Leuk dat je kijkt. Het is vandaag dinsdag 9 februari en vandaag tref ik de eerste voorbereidingen voor Valentijnsdag. Dat is namelijk dit weekend. Ik wil mijn vriendin eigenlijk even verrassen. Ik heb een hele leuke manier gevonden, denk ik. Maar het is wel veel werk, dus vandaar dat ik op dinsdag vandaag dus al de voorbereidingen moet treffen. En dat is hartjes knippen. Oké, dit was dag 1. Zoals je ziet, alle 103 hartjes heb ik uitgeknipt. Het was best wel veel werk. 2 uur ongeveer mee bezig geweest. Waarom ik 103 heb gedaan, is omdat mijn vriendin haar gelukgetal is 3. Maar als ik 3 hartjes zou uitknippen, dan zou het een beetje zo van weinig moeite zijn. Dus 103. En wat ik ga doen is, ik ga bij elk hartje iets schrijven waarom ik mijn vriendin nou zo leuk vind en waarom ik van haar hou. Dus 103 redenen waarom ik van haar hou en waarom ik haar leuk vind. Daarna komen hier gaatjes in en dan hang ik ze op aan het plafond. Ik ben zo benieuwd wat ze ervan vond. Het is vandaag donderdag en ik heb even gaatjes gemaakt in de hartjes zodat ik ze straks kan ophangen. Ik ga zo naar de winkel voor touw en ik denk dat ik ze met punaises aan het plafond ga ophangen. Ik heb dit gemaakt van deze dag 2016. Dat plak ik op mijn deur. Zodat ze al een idee krijgen van wat er is iets aan de hand. Ik heb het wel echt best wel druk. Ik moet ook nog allemaal dingen doen voor school en voor videoclips. En ik wil dit ook heel erg graag doen. Dus ja, ik hoop dat ik het allemaal red. Ik ben onderweg naar de winkel. Mijn vader is vandaag toevallig jarig. Ook dat nog. Ik ga even touw halen. Ik ga even punaises halen, dan kan ik het ophangen. Oké, ik ben weer terug. Ik heb de volgende dingen gekocht. Touw. Een beetje dikker, zodat die punaises er doorheen kunnen. 2 doosjes punaises. En plakband. Nu dekjes afmaken. En die touwtjes erin doen. En dan laten ophangen, maar dat doe ik morgen denk ik. Het is einde van donderdag. Ik heb de hele dag een beetje gewerkt aan die hartjes. En ik heb op elke een tekst geschreven. Wat best wel veel werk was. En het was best wel moeilijk om dat allemaal te bedenken. Maar dat is ook wel heel leuk. En ik denk dat Emma het ook heel erg leuk gaat vinden. En ik ga straks misschien nog heel even bezig met dat touw. Vast die touwtjes eraan en dan morgen ophangen. Ik ben zo benieuwd wat ze ervan vindt. Maar vast heel leuk. Ik ga proberen eentje voor te doen. Even te kijken hoe ik dat allemaal in elkaar ga zetten. Waar is dat begin altijd dan? Zo. En dan nog veel van het plafond. Zo ongeveer. Ja, ik denk dat dat wel leuk is. En dan komt het zo te hangen. Nee. Ik vind het wel cool. Ik heb even 3 als voorbeeld gedaan. En als ik dan 103 uiteindelijk heb, dan ziet het denk ik best wel heel erg mooi uit. En het leuke van mijn kamer is dat mijn bed zit zeg maar in zo'n hokje. Dus dit kan dicht. En als je dan binnenkomt, dan ziet ze dat allemaal. Het is vrijdag. Morgen vieren we. Morgen gaan we 8 maanden. Dus vandaag moet dit af. Het is nu 10 uur 's ochtends. Ik moet om 12 uur op school zijn. Dus ik heb maar een uurtje de tijd. Dus ik moet snel. Ik moet snel bezig.
zijn klaar. Het heeft me 3 dagen de tijd gekost. En maar dankzij mijn broertje hier ook. Hij heeft me geholpen. En dankzij hem hangt nu alles ook. Oké. Het is vandaag zaterdag. Ik ga straks aan haar laten zien. Ze is nu beneden. Ik heb gezegd dat ik even mijn kamer op ging ruimen. Maar ik ga het nu even snel klaarzetten. Ik heb mijn bed opgemaakt en snel alles klaar gezet. En dit. Dan ga ik op mijn bed en ik heb mijn camera klaar gezet. Zodat ik haar reactie kan filmen. En ik leg deze nog even klaar en dan ga ik al op. Oké, dit is mijn vriendin. Hoi. Doe niet zo, dan word ik geen Nee, het begint hier. Okay. Nee, ik durf niet. Nee, kom. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Net zo leuk als Emma het vond. Eigenlijk. Ik vond het heel erg leuk. Iedereen een fijne Valentijnsdag. Altijd drie. Honderd drie. Drie. En peace.